Welkom bij weer een nieuwe 10 en dit keer 10 domme redenen om ontslagen te worden. En we beginnen bij nummer 10. Een politiechef was ontslagen omdat hij gestolen had van de brandweer. De brandweer en politie zaten in één gebouw. En de man stond op camera toen hij bier stal uit de koelkast van de brandweer. Of nummer 9. De tandartsassistente Melissa Lansen was ontslagen omdat ze te aantrekkelijk was. Haar ex-werkgever was door zijn vrouw onder druk gezet om haar te ontslaan. Op nummer 8. Een strandwacht redde een man uit zee die bijna verdronk. Later werd hij ontslagen voor het in gevaar brengen van mensenleven. Hij had namelijk zijn post verlaten om de reddingsactie te kunnen ondernemen. Op nummer 7. Een magazijnmedewerker was ontslagen voor overvloedige winderigheid. De ontslagen man onthulde later dat het een van de bijwerkingen was van de medicijnen die hij nam. Op nummer 6. Een Nieuw-Zeelander had e-mails verstuurd met daarin constructies voor het invullen van gezondheidsformulieren. Ze was ontslagen omdat haar e-mail was geschreven in het rood, dik gedrukt met hoofdletters, wat onrust veroorzaakte in het kantoor. Op nummer 5. Een winkelmedewerker was ontslagen omdat ze een zak chips opat zonder te betalen. Ze moest haar bloedsuikerspiegel ophogen en heeft zelfs nog betaald voor de chips in haar pauze. Nummer 4. Door haar hoofd te scheren haalde Stacy Furnell $2700 op voor het onderzoek naar kanker. Ze verloor wel haar baan als serveerster omdat de klanten niet door haar geserveerd wilden worden. Op nummer 3. John Oakes was ontslagen als kerstman bij een Australisch warenhuis omdat hij ho 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 zei. De winkel prefereerde ha 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 omdat ho opgevat kon worden als straattaal voor hoer. Op nummer 2. Een McDonald's medewerker was ontslagen omdat ze een collega een gratis plakje kaas gaf op de hamburger die ze had gekocht. McDonald's was uiteindelijk verplicht om $5900 schadevergoeding te betalen. En dan op nummer 1. De minister-president van Turkmenistan, Berdi Mukhamdov, ontsloeg 30 mensen van de staatstelevisie. Hij was namelijk woedend omdat hij had vernomen dat er een kakkerlak op het bureau van het 9 uur journaal had rondgelopen. Thanks voor het kijken naar deze nieuwe 10. Klik op een van deze 3 video's voor nog meer toffe lijstjes. Abonneer voor meer, geef een duimpje omhoog en dan zie ik jou weer de volgende keer. Tot ziens!